Hoi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Dan hebben we ook nog de actie in de maand mei. 30 minuten voor €25. Jij en je persoon of wat persoonlijke vragen die je misschien over jezelf hebt en je persoonlijke leven. Je kunt me altijd eventjes een mailtje sturen, lartistic69247@gmail.com. En dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld weegschaal. Hoe is het met onze lieve weegschalen, sterrenbeeld weegschaal? Wat zijn de energieën van dit moment? Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld weegschaal? Sterrenbeeld weegschaal. Luchtteken weegschaal, zevende huis. En wordt geregeerd door de planeet Venus. Oké. Wauw, de keizerin Venus. De keizerin Venus. Ja, de keizerin is Venus. Dit ben jij, weegschaal. Of stier. Maar de keizerin vertegenwoordigt eigenlijk vruchtbaarheid. Schoonheid. En ze zetelt op haar troon. Zij jaagt niks of niemand na. Zij weet wat ze waard is. Je bent de keizerin of je hebt met de keizerin te maken. Dan de Ten of Wands. Het einde van een moeilijke cyclus. Misschien tussen jou en de keizerin. Het is een cyclus waarin je weinig doorzicht had. Omdat je zoveel verantwoordelijkheden had. Omdat er zoveel angsten waren of dat er zoveel aan de hand was. Dit is een 10, dus dat betekent het einde van deze cyclus. Dan hebben we nog het Rad van Fortuin omgekeerd. Het Rad van Fortuin is Jupiter, de kaart van de boogschutter. Als het rad rechtop staat, zit alles mee. Go with the flow, luck is on your side. Heb je hem omgekeerd, dan is er nog iets waardoor het rad niet draait. Ja, je hebt hier ook te maken met de Queen of Wands. Zij is de life of the party. Zij is pittig, zij is ondernemend en initiatiefrijk. Niet vies van de esoterische wereld ook. En dan de Nine of Cups reversed. De Nine of Cups is wish fulfillment. Die ligt omgekeerd. En dan hebben we ook nog de Zegenwagen omgekeerd. Kaart van sterrenbeeld Kreeft. En de Queen of Swords. Dat ben jij. Of een ander luchtteken, waterman, tweeling of weegschaal. Weegschaal, wat ik eigenlijk zie, is dat jij... iemand is er in jouw leven geweest. Misschien is er een einde gekomen of zijn jullie niet samen. Of heb je niet het contact wat je eigenlijk zou willen. En het heeft te maken met deze keizerin. Keizerin, het kan ook zijn dat jullie allebei deze energie vertegenwoordigen... En ik zag net ook even de keizer voorbij komen. Dus het kan zijn dat jij in de keizerenergie zit. De ander in de keizerin of vice versa. Dat betekent een powerkoppel. Mensen die eigenlijk heel veel gemeen hebben. Toch ben je niet samen. En dat heeft misschien te maken met de manier waarop iemand zich presenteert. Misschien heb jij bepaalde patronen. Een bepaalde love language. Dus misschien... bedoelen jullie allebei hetzelfde? Want ik heb het idee dat je allebei hetzelfde bedoelt. Alleen de een presenteert zich zo en de ander presenteert zich op die andere manier. Waardoor je dus eigenlijk denkt van, oh, we zitten niet op één lijn met elkaar. Maar niks is minder waar, want ik zie hier dat jij zeer zeker op één lijn zit met iemand anders. Dat je eigenlijk heel erg goed bij elkaar past. Ook dezelfde, ja, heel veel op elkaar lijkt ook. Je hebt misschien dezelfde doelstellingen. Je wil eigenlijk allebei hetzelfde in het leven. Alleen toch is daar iets van een te weinig samen zijn of het komt niet helemaal goed bij elkaar. En ik heb het idee, weegschaal, dat dat te maken heeft met de taal die jullie spreken. Hè? Als ik nou eventjes bijvoorbeeld een voorbeeld neem. Jij komt uit Nederland en de ander uit Spanje. Dan zul je toch elkaars taal moeten begrijpen. Wil je met elkaar uit de voeten kunnen. En zo is het ook met deze persoon. Want ik denk dat jullie alles in huis hebben voor een succes. Alleen, jij spreekt Nederlands, de ander spreekt Spaans. Dus om tot elkaar te komen, zul je dus, als jij de Nederlander bent, een cursus Spaans mogen gaan volgen.
Of misschien een Spaans woordenboek erbij pakken. Om te kijken van wat bedoelt deze persoon nou, bij wijze van spreken dan. Jij bent natuurlijk ook, de weegschaal wordt geregeerd door de planeet Venus. Het kan zijn dat jij van Venus komt en de ander komt van Mars. We kennen allemaal dat boek, mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Ik weet niet of het hier om man-vrouw gaat, of maakt ook helemaal niet uit. Het gaat om de energieën, de vrouwelijke energie, de mannelijke energie. Het kan zijn dat je dus met zo'n situatie te maken hebt dat jij van Venus komt en de ander van Mars. Nou, we weten allemaal hoe moeilijk dat is geweest in het verleden om die twee samen te brengen, om die verschillende energieën te begrijpen. Toch zie ik dat jij samen met iemand een heel erg powerkoppel vormt. Of het nou man-man is, vrouw-vrouw, maakt niet uit wat het allemaal is. Maar het gaat om de energie dat je echt wel in staat bent tot grote successen samen, tot voldoening samen, tot alleen die taal. Dus weegschaal, wil jij nader komen tot deze persoon, dan zou je misschien een boek moeten lezen, Hoe leer ik Spaans? Of een boek moeten lezen, Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars. Een bepaald boek moeten lezen van over de taal die je spreekt. En een andere taal betekent niet altijd ook een barrière. Het is te overkomen. Het is gewoon een andere manier van uitdrukken. En dat speelt hier zeer zeker bij jullie weegschaal. Want het is jammer, want jullie zijn erg in staat tot een zeer succesvol duo-koppel. Maar ja, dus mijn advies aan jullie weegschaal is: koop een Spaans woordenboek. Oké, weegschaal, ik ga verder in de extended reading. En anders zie ik jullie misschien voor een personal reading. Groetjes, geniet van de zon. Doei doei.